Biodiversiteit in Flevoland. Dat betekent eigenlijk de verschillende soorten dieren en planten die we in onze provincie, maar ook in Nederland hebben. En juist dat willen we versterken. Dat willen we verbeteren in Flevoland. En daarom zetten we ons in voor de biodiversiteit. Het actieplan Biodiversiteit, dat richt zich niet alleen op de stad. Maar het richt zich juist ook op het buitengebied. Op het platteland, maar ook op de natuurgebieden. En dat is juist zo belangrijk. Omdat biodiversiteit, dat start gewoon eigenlijk in uw eigen achtertuin. Maar loopt ook door naar natuurgebieden. En samen met onze andere partners geven we daar vorm en inhoud aan. Dat betekent dat we ook kijken naar de groene draad. De groene draad in Flevoland, waarbij we inderdaad groen en blauw ook met elkaar verbinden. Ook de water en het natuurgebied moet met elkaar worden verbonden. Want dat is ook belangrijk voor de biodiversiteit. En dat doen we echt niet alleen. Dat doen we juist samen met al onze partners. Of dat nou waterschappen zijn, natuurorganisaties zijn, of belangenorganisaties, of gemeentes. Samen met hen werken we aan biodiversiteit en versterken we de groene draad in Flevoland. Graag geef ik het stokje door voor de biodiversiteit aan IVN.